Volgens mij zijn we nu voor het eerst een YouTube-video aan het faxen. Nee, het scherm kleurt ook mooi bij mijn shirt, zie je dat? Vet. Hey, welkom op het YouTube-kanaal van Google Nederland. En wat we hier gaan doen? Jouw vragen beantwoorden. Vragen die je misschien normaal stelt aan Google zoeken, die gaan we hier nu ook beantwoorden. Duurt misschien iets langer, maar ik vind het wel leuk om je te helpen. Dus heb je een vraag aan ons? Kan gaan over YouTube, over Google of over iets totaal anders? Laat je vraag dan achter in de comments onder deze video. Ja, dat maakt deze eerste video natuurlijk wel wat lastiger, want we hebben nog geen vragen. Nou begreep ik alleen wel dat er een vraag toevallig was binnengekomen via de fax. Oké, bedankt. Dat is Tim. Dit is een echte fax trouwens. Van de schoenmakerij van Heeswijk. Handgeschreven. De vraag luidt als volgt. Hoe kan het zijn dat als ik mijn naam op Google intoets en ik druk op website, dat ik dan op de site van mijn concurrent kom? Wij zijn schoenmakerij Ton van Heeswijk en mijn conculega is schoenmakerij Ton. Graag een antwoord. Groeten, Ton van Heeswijk. Waar heb je dit vandaan? Het fax. Waar is de fax? Hier. Gaan we zoeken. Ik snap gewoon niet waar hij dan het faxnummer vandaan heeft. Want ik zit even te kijken, ook op Maps. Als je dan naar Google gaat, dan staat er geen nummer bij. Dus ik weet niet precies hoe die aan ons faxnummer komt. En joh? Ja. Hebben wij een fax? Ja, die staat op de 16e verdieping. Nino, hier hebben wij een fax schijnt. Sorry, wat? Een fax. Ik weet niet of we een fax hebben, maar als we hem hebben, is hij. Daar. Is hij hier? Dat is een jammer. Wat doet een fax eigenlijk? Nou, dat is van de jaren 80. Dat is van vroeger. Een soort print op afstand. Dit is de handleiding. Dit is de handleiding van de fax. Zet hem op. Bedankt. Dit is een vlog van Luc. Ik denk, misschien kunnen we ook vlogs gaan faxen naar mensen. Moet ik hem natuurlijk eerst uitprinten, de video. Moet je even knippen, Joost? Dat duurt langer. Wow, kijk. Volgens mij zijn we nu voor het eerst een YouTube-video aan het faxen. Nou, dat was leuk, een fax sturen van een vlog. Maar we moeten nog wel die schoenmaker helpen. Kijken in Ude, schoenmakerij van Heeswijk. Het scherm kleurt ook mooi bij mijn shirt, zie je dat? Vet. Oh, dit is de fax zeker. Ja, dit is de fax. Hallo? Volgens mij heb ik het faxnummer gebeld. Wacht even. Dan bel ik gewoon nog een keer. Goedemorgen. Goedemorgen met Rachid Finch van Google. Hallo. Hallo, spreek ik met Ton van Heeswijk? Nee, Ton heeft vakantie. Oh, heeft Ton vakantie? Oké. Okay. Ja. We kregen namelijk een fax van hem. Oh. Over een vermelding in Google dat je dan bij de concurrent uitkomt. En willen we hem graag even helpen natuurlijk. Misschien kan ik even wat tips geven en dan kunt u die doorgeven aan meneer van Heeswijk? Ja, want dan schrijf ik ze anders even op. Oh ja, dat is wel handig inderdaad. Ja, zeg maar. Wat hij even moet doen is als hij op zijn bedrijfsnaam zoekt, moet hij op het knopje claim je bedrijfsvermelding klikken. Ja. En dan kan hij aangeven dat zijn bedrijf is. Ja, klopt. En een andere tip is om het woord schoenmaker te gebruiken, want daar zoeken veel meer mensen op dan op het woord schoenmakerij. Schoenmaker. Kijk, dat is claims van je bedrijf en dan je bedrijf claimen, zeg maar. Ja, en inderdaad. Dan, schoenmaker vooral. Ja, schoenmakerij verandert in schoenmaker. Ja, want dan vinden veel meer mensen gaan hem vinden. Oké. Okay. En het laatste, als hij nog googelt op digitale werkplaats, ja. Dan kan hij nog veel meer informatie vinden over hoe hij beter zichtbaar wordt in Google. Fijn, hè? Is hij op een mooie vakantiebestemming? Ja, hij heeft een soort van werkvakantie, want hij is een huis aan het bouwen. Hij is een huis aan het bouwen? Oh, nou ja, als ja. U hem veel succes wil wensen van ons? Dat zal ik hem doen. Uitstekend, hartelijk dank en werk ze, hè? Dankjewel. Oké, hoi. Heb je zelf een vraag aan Google? Laat het dan achter in de comments. Of misschien heb jij ons faxnummer gevonden? Mag je ook achterlaten, want wij weten het zelf niet. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer. Wat is dit? Ja. Tim, ze hebben zelfs make-up voor me meegenomen, check. Make-up? Nee.